Liefde in Christus. Eén uitspraak uit de Bijbel is misschien wel bekender dan alle andere uitspraken. Heb je naaste lief als jezelf. Ook als iemand vraagt waar geloven nou om draait, dan hoor je vaak dit antwoord. Nou, heb je naaste lief als jezelf. Maar waar staat die tekst? Of misschien wat gerichter, staat die in het Oude Testament of staat die in het Nieuwe Testament? We hebben natuurlijk al een beetje verklapt omdat we de teksten al gelezen hebben, maar veel mensen verbinden deze tekst met Jezus uit het Nieuwe Testament. En dat klopt dus ook wel, we hebben het net gehoord. Want Jezus heeft het gezegd. Samen met het gebod om de Heer uw God lief te hebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand en met al je kracht, zijn dat de grote geboden geworden. Dat klinkt als een samenvatting of als een vernieuwing. Maar had Jezus ze ook bedacht? Dan moeten we eens goed naar de Bijbel kijken. Want als je de Bijbel bekijkt, en ik sla hem even open op het Nieuwe Testament in jullie richting, en je ziet de verhouding tussen Nieuwe Testament en Oude Testament, en dan kun je denken, nou mooi, mooie samenvatting, of een upgrade, of een vernieuwde versie. Maar dan even een tussenvraag, waar gaat het Nieuwe Testament over? En waar gaat het Oude Testament over? Er zullen nu vast allemaal flarden van verhalen en personen en thema's door je hoofd gaan, maar laat ik een heel simpel antwoord geven. Ze gaan allebei over hetzelfde. In onze geloofstraditie is alleen nogal eens beweerd dat dat Nieuwe Testament, dat gaat over liefde vanuit Jezus. En dat Oude Testament toch veel meer dat verhaal is van die wraakzuchtige God. En dat dit dus eigenlijk een fijne vernieuwing is. En dat het Oude Testament maar oud is. Maar er is niks ouds aan het Oude Testament. Dat doe je het mee tekort. Sterker nog, er zijn theologen die zeggen dat dit Nieuwe Testament, dat niet een samenvatting, een upgrade of een vernieuwde versie is, maar dat dit slechts een woordenlijstje is bij dit Oude Testament. En nee, daar doe je Jezus niet mee tekort, want Jezus was een Jood en Paulus was een Jood. Door het hele Nieuwe of Tweede Testament heen klinkt dat eerste door, dat van de Joodse Bijbel. Al hoef ik dat misschien hier niet zo heel nadrukkelijk uit te leggen, want dit horen we al jaren van Boudewijn. Maar toch, ik zeg het maar even. Juist bij het gebod om je naaste lief te hebben wordt tastbaar hoezeer je dat slechts kunt verstaan vanuit de Joodse bron. De grote geboden om God en je naaste lief te hebben zijn geen samenvatting van de geboden uit het Eerste Testament, maar komen rechtstreeks uit de Torah, de eerste 5 boeken van de Bijbel. Sterker nog, ze hebben ook nog een derde gebod, maar dat is een cliffhanger voor straks. Waarom zijn het dan toch grote geboden volgens Jezus? Omdat het gebod om God lief te hebben een soort motto is dat boven de hele Torah hangt. En het gebod om je naaste lief te hebben is de dragende grond, het grote principe van de Torah. Het is alleen wel te begrijpen dat deze geboden niet zo duidelijk naar voren komen of bovenaan staan zoals in de bergrede bij Jezus, omdat ze bijna verzuipen in al die regeltjes en geboden van die eerste boeken zoals Leviticus. Maar precies daarom worden ze juist wel heel concreet. Staan ze niet ergens hoog op een berg, maar staan ze midden in het leven, omdat de vraag beantwoord wordt, ja maar waarom dan? En vooral, hoe dan? Want Jezus zegt al terecht, is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Hoe heb je iemand lief die jou niet lief heeft? Of iemand waaraan je zelf een ongelofelijke hekel aan hebt?
En dan zegt Jezus heel mooi, heb je vijanden lief. Maar waar moet ik dan met mijn vijandigheid dan naartoe? Moet ik die maar inslikken? Nou, precies daarvoor kunnen we in het Eerste Testament terecht. Want in de Joodse Bijbel draait het erom hoe je met elkaar kunt samenleven. Dat is de grote opdracht van dat volk. Uit de slavernij bevrijd op weg naar het beloofde land. Een tocht van maar een paar weken als je het rechtstreeks doet. Maar er gaat een hele ontwikkeling gaat er door dat volk heen. Ze moeten namelijk gaan samenleven. Hoe kun je samenleven? En dat ook nog eens op een onderscheidende manier. Dat is een heilige manier van leven. Zowel God als Jezus zeggen dat voordat of nadat ze het over je vijanden lief hebben gesproken hebben. God zegt bij monden van Mozes, wees heilig, want ik de Heer ben heilig. En Jezus zegt, wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Maar wat is dat dan, heilig of volmaakt zijn? Even ter geruststelling, dat betekent niet dat we feilloos moeten zijn, nooit fouten mogen maken. Het betekent wel dat je leert onderscheiden wat goed is om te doen en wat goed is om te laten. Om niet zomaar je eigen impulsen te volgen. Juist ook niet tegen degenen die ons niet goedgunstig gezind zijn. Oog om oog, tand om tand. Zo zijn we vaak vanuit onze impulsen geneigd te leven. En Jezus haalt dat ook aan. Hij zegt, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. Waar werd dat gezegd? Nee, niet in het Oude Testament. Dat is nu zo'n zinnetje dat allerlei indrukken van het Oude Testament, van geweld in de Bijbel en zo met elkaar verbindt. En waarbij we denken aan Jezus, zeg nou iets anders dan het Oude Testament. Helemaal niet. Juist de Joodse Bijbel worstelt heel concreet met dit mechanisme van oog om oog, tand om tand. Want, weten de Joden, daar red je het niet mee. Daar krijg je geen rechtvaardige samenleving van. Jazeker, er staan straffen op de dingen die je fout kan doen, maar het is niet bedoeld dat daaruit een keten van wraak ontstaat waar geen einde meer aan komt. Door de hele Torah heen hoor je God met Mozes een balans zoeken tussen de neiging van mensen, Joden en niet-Joden, om kwaad met kwaad te vergelden en om mensen echt recht te doen. Niets menselijks is ook de Joden vreemd. Maar hoe bouw je een rechtvaardige samenleving? Want rechtvaardigheid, leert het Joodse volk, gaat niet over gerechtigheid alleen. Dat kan heel kil zijn, maar ook om liefde. En andersom ook, niet alleen om liefde, want dan wordt alles onder het tapijt geveegd. Het recht moet ook zijn loop hebben. Maar niet onbeperkt. En daarom heeft de Torah iets bijzonders bedacht. Iets dat je misschien nog nooit gehoord of gelezen hebt, maar dat je veelvuldig aan het eind van Deuteronomium en in het vervolg van Jozua aan het begin tegenkomt. In het gebruik van oog om oog, tand om tand, komt Mozes met het antwoord van de instelling van vrijsteden. Die zijn bedoeld voor mensen die per ongeluk iemand gedood hebben. Misschien niet iets waarvan je denkt, nou daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want misschien denk je, maar hoe zou dat in onze samenleving er dan uitzien? Maar de frequentie waarmee het in de Bijbelgedeelten genoemd wordt, kun je zien dat dat blijkbaar veel voorkwam. Dat het blijkbaar een samenleving was waarin dat wel eens kon gebeuren, dat je iemand per ongeluk doodt. Misschien vertaald naar onze tijd, je veroorzaakt een dodelijk ongeluk, onopzettelijk. Misschien met een slok op, en als je dan ook nog een buitenlander bent, dan ben je helemaal het haasje. En ook hier zie je de rechterlijke macht worstelen. Aan de ene kant moet er gestraft worden. Ja, nogal wie dus, zo helder als wat. Want het is verschrikkelijk. Maar moet je dan ook aan de hoogste paal gehangen worden? Reacties op sociale media neigen vaak naar dat laatste. En dus zegt Mozes, wacht even. En daarvoor zijn er vrijsteden. Dat zal vast ook niet leuk geweest zijn om daar naartoe verbannen te worden. Maar dan blijf je in ieder geval in leven. En je mocht terugkomen als degene die wraak mocht nemen volgens dat principe van oog om oog, tand om tand, de eervreker als die gestorven was. Tegelijkertijd weet Mozes dat er ruimte moet zijn voor wraakgevoelens. Althans, je moet ze niet negeren. Want alles wat broeit, komt er een keer uit. Als Jezus zegt dat we onze vijanden moeten liefhebben, dan weet hij als Jood
hoe dat wel degelijk betekent dat je recht moet doen aan wat je is aangedaan. Dus niet van, ach, slik het maar in, wees de wijste, wees maar heilig. Nee, en dus zegt God bij monden van Mozes, wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. En laat niet omwille van de ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb de naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Roep iemand dus wel degelijk ter verantwoording, maar nee, geen wraak. Wraak betekent voor eigen rechter spelen. En zoals zo vaak in het geloof gaat het om overlaten, overgeven. Niet zelf het recht in eigen hand nemen, maar aan God laten. Dus ook aan het recht. Daar mogen we in onze tijd nog wel iets van leren, dat we het recht zijn loop moeten laten gaan en niet steeds in de weg moeten lopen met onze eigen meningen. Als Jezus dus zegt dat we onze vijanden lief moeten hebben, we onze wang moeten toekeren en op allerlei manieren moeten meebuigen, dan is dat nooit zonder het begrip van God en de worsteling van Mozes hoe je recht doet aan wat jou wordt aangedaan. Alleen nooit door het recht in eigen hand te nemen. Dat betekent overigens niet dat God dan wel wraak zal nemen. Want een belangrijk principe, ook in de Joodse Bijbel, is dat God vergeeft en niet blij is als een slecht mens sterven moet. Want God is heilig. En zo moeten wij heilig zijn. Dat betekent niet een heilig boontje zijn en niks meer mogen voelen. Nee, dat betekent onderscheidend zijn, anders, apart leven. Ons niet laten leiden door onze instincten, maar daarboven uit kunnen stijgen, hoe moeilijk soms ook. Want je moet je niet verlagen tot het gedrag van iemand die jou iets aandoet. Geen oog om oog, tand om tand. Vergelding via recht is goed, wraak daarentegen slaat altijd terug op jezelf. Heb je naaste lief, ja zelfs je vijand. Is dus een voluit Joodse en daarmee ook christelijke waarde die erover gaat hoe we omgaan met onze aarzeling, onze moeite, ja zelfs onze wraakgevoelens tegenover anderen. Want mensen liefhebben die jou liefhebben, dat kan iedereen. En daarom voegt Mozes namens God nog een derde gebod toe. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf. Want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. Dat derde, grote gebod, lijken we te zijn vergeten. Gelukkig hebben we de Joodse Bijbel ook nog. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.